Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de cel en de belangrijkste organellen. Een cel bestaat uit een plasmamembraan met daarin verschillende organellen. Organellen zijn kleine orgaantjes met allemaal hun eigen functie. We hebben organellen zoals de celkern, ook wel de nucleus genoemd, mitochondriën, ribosomen, het endoplasmatisch reticulum, het golgiapparaat, lysosomen en het cytoskelet. Verder is de cel gevuld met een vloeistof die cytoplasma heet. Het plasmamembraan bestaat uit twee lagen met fosfolipiden. Dat is een vette stof en zorgt zo voor een waterafstotende barrière tussen de cel en de buitenwereld. Verder steken er eiwitten door dat membraan heen, waarvan heel veel verschillende soorten bestaan, maar veelal hebben ze de functies: aangeven dat de cel lichaams-eigen is, oftewel de immunologische identiteit. Dat is dan weer belangrijk voor het afweersysteem. En verder hebben we nog receptoren die berichtjes kunnen herkennen, enzymen die een chemische reactie kunnen versnellen, en transporteiwitten die stoffen door het membraan heen kunnen vervoeren. Zoals ik al had verteld, hebben organellen allemaal hun eigen functie. De celkern is waar het genetisch materiaal ligt opgeslagen in de vorm van DNA. Mitochondriën zijn de energiefabriekjes van de cel. Hier wordt namelijk het stofje ATP gemaakt, oftewel de brandstof van het lichaam. Ribosomen maken eiwitten. Een kopie van het DNA, oftewel het mRNA, gebruiken ze als recept om losse aminozuren aan elkaar te knopen tot een eiwit. Het endoplasmatisch reticulum bestaat uit twee delen: het glad endoplasmatisch reticulum en het ruwe endoplasmatisch reticulum. Het glad endoplasmatisch reticulum maakt lipiden, onder andere fosfolipiden. Voor het plasmamembraan en het maakt steroïdhormonen zoals testosteron. En afhankelijk van het type cel kan het ook nog hele specifieke acties uitvoeren zoals alcohol afbreken, calcium opslaan, etc. Het ruw endoplasmatisch reticulum verzorgt het transport van eiwitten die bestemd zijn voor buiten de cel. Alles wordt verzameld en richting het golgi-apparaat gestuurd via transportblaasjes. Het Golgi-apparaat krijgt pakketjes met eiwitten van het ruw en de plasmatische reticulum. Hier worden ze verpakt in blaasjes die we de secretoire granula noemen. Ze worden in de voorraadkast gezet en wanneer het nodig is, smelten de blaasjes samen met het plasmamembraan. En zo komt de inhoud via exocytose vrij buiten de cel. Ook maakt het Golgi-apparaat Dat is een type blaasje waarin eiwitten zitten die grote moleculen opbreken. Lisozomen zien we dan ook veel in onze afweercellen, zodat de eiwitten bacteriën kapot kunnen maken. Dan als laatste hebben we nog het cytoskelet, dat is een netwerk van kleine vezels die zorgen voor de vorm van een cel, het bewegen van een cel, maar ook het bewegen van organellen binnenin de cel. Bekijk nu de rest van de celorganellen serie waarin we dieper ingaan op al deze organellen. Bedankt voor het kijken!